zet de snel bij 6. TB. Ik zou er ook niet aan meedoen. Oh, wel je. Ja? Wel je. Hoe trekt hij het deze run maar af? De vorige run was eindelijk snel. Let op, het gaat opnieuw bijzonder hard. Het is alvast voorspeld. Deze run moeten we goed gaan bekijken. Het is weg. En van Fokker. En je ziet er zelf daar ook al op van Malen dat dat niet opnieuw start. Verloor je iets wat tijd? Oude hokje. Ik kan niet meer wat tijd, maar het komt zeker snel. En als sommige deelnemers weten, het zal niet de snelste tijd worden, maar wel een interessante race om te zien. Les maar om het mooie geluid van de spinnende kolen te horen. Net op deze deelnemer gaat dat laten zien. Ja, mooi. Juist, dat was het. Die ging net echt keihard. Dat was die 5-5-5. Volgens mij wel. UP40 Band vooral maakt over drie grote sponsoren: McGuire's Auto-bedrijf, Mabry en Ford Nederland. Geproduceerd door de XRRS Club. Straks dus vanaf half vijf uitzetreikingen van de slalomwedstrijd van vanmorgen. Het concours bij jury nog altijd op dit moment gejureerd. En natuurlijk deze sprintwedstrijden op jacht naar de acht snelste tijden. Volgende kandidaat. Richard van der Veld. Gaat hier iets over de 6 seconden heen. Smart people die allemaal een kap openzetten. Koelingen. Ja. Hij zat te snel als een 3. Marcel Jonas probeerde het hier. Gaat hier over de 7 seconden heen. 5.88, 5.89 en 6.02. Zijn de snelste tijden. Komt aan dit moment. Je merkt gewoon dat ze het gewoon moeilijk kwijt kunnen, al dat vermogen. Van 100 naar 200, daar gaan ze echt een verschil maken. En wachten. Zo, die kwam heel goed weg. Oeh. 5 jongens, wat 5 of 6? 5. 5 hoeveel? Ik ga naast staan. Ik denk dat hij er klaar mee is. Nee, 584, snel tijd, dankjewel. 580, 588 en 590. Hoe is het dicht bij elkaar toch? Is daar een competitie met die zonde. En ook allemaal de Sierra's. Ja, allemaal Sierra's, ja. Daar ben ik toch wel klaar mee.
naast die muziek erbij. Nou, dat is een teken dat je oud wordt. En als je de muziek waar de jeugd naar luistert, kut vindt. Doortrekken, meid! Oh, die gast is bijna plat gereden. Oh, dat mist ik. Ik heb het op film staan. Ja, dat. Je zag hem schrikken. Dat zijn echt oldschool, jongetjes. Die is uit Mark allemaal. Die is een beetje jong. Nee, gewoon echt. Maar geen één ergens 2000. Nee. Ja, wat dat betreft is het dan wel leuk als de RS2000 helemaal klaar is en hij doet het prima, alles is netjes om hier gewoon een keer voor de gein heen te gaan en inderdaad gewoon 0-100 tijd 6. Dat is geen 0-100 hè, dat is 110 meter. Maar je moet wel kwijt kunnen hè. En dit zijn ook mensen... Simi, Slicks, Speer, Dief. Ja, oké. Neem gewoon een setje extra voorvelgen mee. Hallo, Engeland, Esteban, die hier weer staat verschijnt. Fantastisch gevoel, en jij hier zijn 110 meter 861. Zullen we zo eens gaan kijken of die bumper er nog leeft? Wat is een goede prijs voor die bumper? €75, 5 tientjes bieden? Nou, dat is oké. Ik wil die S-kost er ook nog even op hebben. Dan heb ik een heel rondje gefilmd. Kijk, dan heb ik weer de snellere mannen. De wat snellere mannen, allemaal kossies. Dat is toch serieus snel hoor? Kijk, 24 seconden over de quarter mile doen ongeveer. Mag vertrekken, wacht op het goede licht. En dan is het weer. Oh, wat ruikt het lekker hier nou.
op de subgroep van de deelnemers veld. Ik ga volgend jaar met Guus naar Le Mans. Oh, cool. Dat gaat moeilijk voor hem te kloppen. De snelste van de dag is, het zou zomaar kunnen. Toon is gezet met 5.42. Hij schakelt veel te snel door. Ja, we kunnen niet zo toeverdraaien.